Welkom bij Path Records, de podcast waar we dieper ingaan op de wereld van muziek en de mensen erachter. Vandaag hebben we een hele bijzondere gast, Mr. Sunny R. Met zijn eigen recordlabel, SAREGAMA RECORDS, is Mr. Sunny R momenteel de meest succesvolle producer in de hip-hop scene. Met een recordbrekende 28 videoclips in 2022 en zelfs 34 videoclips in 2023 staat vrijwel onafvolgbaar. En heeft hij als producer meer dan terecht status verdiend als de king of hip-hop. Hoewel hij veel te bescheiden is om dat te erkennen, liggen de cijfers er niet op. Door meer dan 13 miljoen views op YouTube. Sunny R is zanger, songwriter, fotograaf en videograaf. En heeft ook uitzonderlijke kwaliteit in het beheersen van mixing en mastering. Over de gehele wereld is Sunny R zeer bekend. Niet alleen in Nederland, maar ook heeft hij producties uitgebracht in Spanje, Amerika, Canada en andere grote landen. Zijn liedjes worden zelfs heel veel beluisterd en gedownload in India en Pakistan. Met zijn produceringsvermogen is hij uitgegroeid tot een grensverleggende pionier in de hip-hop music business. Als special guest bij Path Records is hij de one and only Mr. Sunny R. Welkom dames en heren allemaal, vandaag bij de eerste aflevering van Path Records. En vandaag niemand minder dan onze allereerste gast bij de allereerste aflevering van Path Records. The one and only Mr. SAREGAMA Records, Mr. Sunny R. Mr. Sunny R, welkom vandaag. Dankjewel. Nou, voor de kijkers allemaal, online en thuis, op internet. Wie is Sunny R en vertel wat over jezelf. Mijn naam is Sunny R, oftewel Sunny Rakobardiaal. Ik ben 35 jaar. Ik ben geboren in Nederland, Utrecht. Ik ben van Suriname, Surinaams afkomst. Mijn ouders komen uit Suriname. Ik woon nu in Rotterdam, al 14 jaar. Ik ben een producer, ik ben een zanger, ik ben een videograaf, ik ben een studiomixer. Ik heb mijn eigen label, SAREGAMA Records. Ik ben een studiobedrijf, SR Studios. En dat is het, denk ik. Oké, netjes. Als ik het zo hoor, dan doe je best wel veel eigenlijk. Ja. Waar is het begonnen? Wat is je drijfveer? Het is best wel veel eigenlijk. Maar je bent wel ergens begonnen. Ergens is natuurlijk wel het vuurtje gaan branden van... Wat heeft jou getriggerd om überhaupt te beginnen? Waar is jouw begin geweest? Waar ben je mee begonnen? Het begon allemaal toen ik in de badkamer ging zingen. Toen ik... Maar het is echt zo. Ik was 6 jaar en ik deed geluidjes na van Michael Jackson. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Ik was 6 jaar. Wil ze geluidje voor? Auw! Oké. Ja, ik was 6 jaar en ik zong altijd, en dat is tot de dag van vandaag nog steeds mijn liefjesnummer, Jona de Lood. Jona de Lood, ja. Yes. Mooi. En ik ging hem altijd nadoen. En mijn ouders zeiden altijd van, ja, hij gaat laten zingen. Toen zette mijn vader mij op gitaarles, toen ik 8 jaar was. Oké. Okay. Vond ik een mooi instrument, akoestisch gitaar. Ja. En ik vond het leuk, maar mijn neven... Die speelde bijna eigenlijk allemaal keyboard. Die gingen allemaal bobbling beats staan op de keyboard. En ik vond het allemaal geweldig. Ja. En ik zei tegen mijn vader, ik wil dat ook. Hij zegt, nee, is rommel. Okay. Hij zegt, nee. Hij zegt, gitaar is de instrument. Ja. Hij zegt, piano, keyboard is de standaard. Iedereen speelt dat. Ja. Je moet gitaar gaan leren. Elke keer. Zoveel geluiden spelen, gitaargeluiden spelen op keyboard. Ik zei tegen mijn pa, ja, maar op keyboard kun je elk instrument spelen. Ja. Hij zegt, ja, dat is wel zo, maar het gaat nooit klinken als een echte instrument. Ik zeg, oké, ja, dat is wel weer waar. Dus ik heb gezeten op gitaarles 2 jaar. En daarna heb ik even een break genomen. Ik vond het niet zo interessant. Toen ik 12 was, zat ik op... toen heeft mijn vader me gezet op elektrisch gitaarles. Daar ben ik heel snel mee gestopt. En toen begon ik echt een kleine keyboard te kopen. Ergens eentje van Bart Smit. Ja. En toen begon ik mezelf keyboard aan te leren. Ja, okay. YouTube, vooral YouTube. Vaak met mijn neven meekijken. Ik heb het mezelf allemaal zelf wel gewoon echt aangeleerd. Dus gewoon echt werkelijk, zoals je dat noemt, autodidact. Juist. Oké. Okay. Juist. Dat is wel best wel pittig eigenlijk. Hoe oud was je toen? 13.
Ja, omdat je dan, dat spreekt dan best wel van gehoor. Dus dat is wel knap eigenlijk. Ja. En toen? En toen ging ik heel veel luisteren naar de producties van Fasiel. Fasiel Bakker te zijn. Oké, uiteraard. Hij zei tot de dag van vandaag nog steeds een inspiratie op het maken van Bollywood muziek. Ja. Dus de arrangementen klinken zo filmisch. Ja. En als ik bijvoorbeeld een soulnummer maak, kijk, mijn hart ligt echt gewoon bij soulmuziek. Hè? Echt gewoon bij de Bollywood, rustige soulmuziek. Ja. Ja. Als ik dat maak, dan krijg ik altijd zeg maar een beetje zijn inspiratie. Dat filmische effect in het begin en geluiden doorheen. Ja. Hij is echt mijn inspiratie op dat gebied. Echt alleen op dat gebied. Ja, mooi man. En toen wou ik zeg maar dat ook kunnen maken. Ook op de computer. Maar ik heb toen alles. Ik had toen helemaal geen verstand van studio muziek maken. En ik ging toen eigenlijk altijd een programma downloaden. En ik ging toen mijn keyboard aansluiten met een jack, een mini-jack. En ik ging alles live inspelen. Zelfs de drum. Niks was met MIDI gequantized. Okay. Dus in mijn hoofd ging ik al gewoon programmeren van waar komen die breaks en waar komen die akkoorden. Ja. Zo heb ik het gedaan eigenlijk. Okay. En toen ik wat ouder werd, ik denk vanaf mijn 16e, 17e, toen begon ik echt met MIDI pas te werken. Ja. Maar het zanggebied. Ik begon Bollywood te zingen toen ik eigenlijk ook 13 was. Ja, ik begon vooral te luisteren naar Sony Nigam. Mm-hmm. Nummer 1 voor mij. En dat is echt gewoon een Bollywood gebied. Maar ik hou van Punjabi muziek. Ja. En ik heb maar één voorbeeld en dat is The King of Bhangra. Dat is Jesse B. Het is een hitnummer, Dilutia. Ja. Iedereen kent dat nummer. Ja. En ik heb heel veel geluisterd naar een Qawwali zanger. Nusrat Fatih Ali Khan. Mooi. En zijn neefje, Rahat Fatih Ali Khan. Dus ik heb eigenlijk drie voorbeelden. Op Bollywood gebied heb ik echt gewoon Sony Nigam. En op Punjabi gebied heb ik echt Jesse B. Ja. En op de Qawwali, de technische technieken, heb ik Nusrat en Rahat. Mooi man. En ik heb zoveel te vertellen, maar vraag me. Ja, eerst even kijken. Waar gaan we beginnen? Aan het begin van de podcast gaf je ook aan van naast producer doe je ook natuurlijk ook gewoon heel veel clips maken. Filmen en dat soort dingen. Kun je daar wat over vertellen? Hoe ben jij daar uiteindelijk in beland? Nou, in 2017 heb ik mijn bedrijf gestart. Ingeschreven. Mm-hmm. Genaamd SR Studios. Sunny R Studios. Ja. En toen dacht ik van okay, ik ga bij mijn muziekproducties ga ik dus geld verdienen. Ja. Dat was best wel lastig in de eerste paar maanden. Okay. Want er zijn best wel wat producers in de markt. Ja. Dat ik moet een andere manier vinden om mijn brood te verdienen. Toen heb ik in januari ben ik gestart met het maken van videoclips. Mm-hmm. En dat heb ik gedaan met behulp van een telefoon, een mobiele telefoon. Ik ben nog heel goed, een LG V30. Ja. En ik heb toen in 2017, in een jaar tijd, heb ik 34 clips opgenomen met een telefoon. Oh, wauw. En in welk jaar was dat? 2017. Oké, dus eigenlijk als we dan terugkijken op YouTube bijvoorbeeld, naar jouw geschoten videoclips. Ja. Van 2017, dan zijn dat dus allemaal eigenlijk geschoten met een mobiele telefoon. Allemaal met een mobiele telefoon, ja. Dat zou je dus niet zeggen, want ik heb ze wel bekeken. Ja. Maar dat zou je niet zeggen, eigenlijk. Nee. Klopt, het is... kijk, we hebben natuurlijk grote merken, hè, zoals Samsung, iPhone, Oppo en LG. LG, tot de dag van vandaag, heeft LG een patent. En LG is de enige telefoon op de markt, tot de dag van vandaag, dat LG RAW kan opnemen. Dus de kleuren kan uitschakelen tijdens het filmen. Ja. iPhone en Samsung kon dat niet. En toen dat bekend was gemaakt, toen was het voor mij de trigger om die telefoon te kopen. En zo zag het er dus niet zeg maar telefoonachtig uit, omdat je dus zelf dat kon color graden op de computer. Okay. Als wij nou gaan filmen met ons telefoon, dan is het al gewoon color graden. Juist. En dan is er weinig aan toe te voegen. Ja. Dus als ik het goed begrijp, want toen de tijd dus zeg maar toen je begon met schieten, in 2007, had ik dus eigenlijk in principe als klant bij jou kunnen komen van oké,
Ik wil graag wat muziek maken en ook een knipje erbij hebben. Ja. Dus dan kon ik dus eigenlijk, zeg maar, toen de tijd al compleet pakket bij je afnemen, zeg maar. Ja, klopt. En dat kon dan bij SR Studios. Ja, klopt. Oké. Okay. En hoe gaat zoiets in zijn werk dan precies? Ik nodig altijd de klant uit. Dan komt hij bij mij langs en dan vraagt als eerst van, wat voor een soort nummer heb je in gedachten? Dan geeft ze de naam van het nummer. De meeste klanten die zingen eigenlijk bijna allemaal Bollywood muziek. Dat zijn 9 van de 10 keer allemaal nagezongen nummers. Ja. Dus oftewel covers. Covers, juist. Nou, dan zegt ze een nummer, dan vraag ik altijd, oké, in wat voor stijl? Sommigen zingen het echt dan op een rustig tempo, sneller tempo. Ja. En aan de hand daarvan, dan gaan we de muziek bouwen en dan gaan ze het inzingen. En dan aan de hand daarvan, dan gaan we fantaseren over een videoclip. Want als het een rustig nummer is, dan ga je dat niet, zeg maar, opnemen op een bepaalde manier van locaties en sferen. Maar als het moet wel passend zijn natuurlijk. Het moet passend zijn. Ja, uiteraard. En dan gaan we plannen en dan kunnen randzaken zoals een model, een auto en zo, kan allemaal als optie worden geregeld. Dat is wel interessant vind eigenlijk. Op het moment als je dus, zeg maar, begint met het produceren van een track, zeg maar. Ja. Er komen een aantal dingen bij kijken. Maar vervolgens ga je dus ook nog eens verdiepen in het filmen, zeg maar, in het schieten van een clip. En dan begin je dus eigenlijk met een mobiele telefoon. Yes. Waar is voor jou de stap geweest om erachter te komen van dat je zoiets had van oké, ik ga vanaf nu, ga ik echt werkelijk investeren in plaats van een mobiele telefoon. Ik kan me best wel voorstellen in het begin, het eerste jaar, dat je nog aan het zoeken bent. Yes. Hoe, wat, waar, weet je wel. Wat was voor jou het moment geweest dat je zat van oké, weet je wat, ik ga vanaf nu ga ik ook gewoon produceren, muziek produceren voor mensen, voor klanten. En daarbij ook gewoon een pakket aanbieden in combinatie met videoclips. Wat is voor jou de omslag geweest en wat zijn voor jou de eerste stappen geweest daarin? In december 2017, toen kreeg ik zeker 2 klanten en die zeiden van joh, de clips zijn echt dope, ze zien er echt goed uit, maar ik kan het niet verkopen aan mijn fans of aan mijn management dat ik een productie bij jou laat maken en dan gefilmd met de telefoon. Ik zeg, ik snap het. Ik zeg van, we zeiden van, het ziet er goed uit. Het ziet er allemaal gewoon echt netjes uit. Je zou nooit zeggen dat het met een telefoon was gefilmd, maar ik kan het niet verkopen. Nee. Nou, toen dacht ik, weet je wat, dan moet ik investeren in een echte camera. Ja. Toen heb ik de Lumix GH80, dat is best wel een camera van volgens mij van 500 of 600 euro, heb ik toen gekocht. En toen heb ik in 2018 een grotere naam, zeg maar, gemaakt. Ja. Daarmee heb ik een jaar mee gefilmd. En daarna heb ik geïnvesteerd in een veel betere camera, in de Fuji X-T4. En door die camera heb ik echt een nog grotere naam gecreëerd. Ja. Vanaf Nederland tot Engeland tot Suriname en sinds 2 jaar geleden in de West-Indië, dus Amerika, Canada, Guyana, Trinidad. Netjes, mooi man. En sinds pas heb ik dus, na 6 jaar heb ik dus een nieuwe camera gehad, Fuji XH2S, 6.2K camera. Ja. En een nieuwe drone en alles gaat gelukkig, met Gods wil, veel beter. Mooi man, dat is best wel burkens dat wat je aangeeft. Als we maar kijken naar het begin, 2017-2018, ja. Ben je begonnen met SR Studios. Ja. We zijn nu ruim 5-6 jaar verder. Ja. Ik ben eigenlijk best wel benieuwd naar hoe zo'n clip eruit ziet geschoten met een telefoon eigenlijk. Ja. Dus ik denk dat we eerst een clipje gaan bekijken. Hoe zo'n clip eruit heeft gezien in het begin van zijn carrière bij SR Studio. En dat we na het clipje dan gaan kijken van waar we nu zijn. Wat nu het pad is, wat nu de koers is. Dus enjoy. SAREGAMA RECORDS. Mr. Sunny R. Enjoy.
Dames en heren, we hebben zojuist een hele mooie videoclip gekeken. Een van de eerste videoclips van Sunny, geschoten met een, toen de tijd, een mobiele telefoon. En toen heeft hij een beetje een sprongetje gemaakt, zoals we het nu gaan doen. We zijn nu 50 jaar verder. En wat is jouw ervaring tot nu toe? Waarmee film je nu? Wat zijn nu je projecten? Wat kunnen wij nu van jou verwachten? We zijn nu inmiddels, hoe lang bestaat SA Studio al? Zeven jaar. Zijn nu 7 jaar verder. Hoe is jouw pad geweest? Wat heb je in de tussentijd gedaan? En wat kunnen wij nu van jou verwachten? Ik ben in de afgelopen 2 jaren, eigenlijk 3-4 jaren, ben ik heel veel naar het buitenland gegaan. Ik ben sowieso maar het weten bijna al mijn klanten en fans en vrienden. Ik ben bijna elke maand zo goed als in Spanje. Ja. Elke maand ben ik bijna in Spanje. Klopt. En dat komt omdat de clips daar, die kan je op zo'n danig niveau kan je die filmen, waardoor het gewoon heel mooi en duur eruit ziet. Spanje is gewoon, Spanje is natuurlijk een gigantisch mooi land. En een gigantisch groot ook. Dus je kan zoveel, op zoveel plekken kan je gewoon mooie dingen gewoon opnemen. Maar heeft dat dan te maken vooral met locaties? Of heeft het ook gewoon te maken met het klimaat, met het weer, met de zon? Alle twee. Waar doe je precies op?
Kijk, als je naar Spanje kijkt, als je naar Spanje gaat, dan wil je gewoon zon, zee en strand. Mm-hmm. Mooie palmbomen, ja. Mooie mensen. Ja. En ja, omdat ik daar natuurlijk al best wel heel lang kom, kijk heel veel modellen. Modellen, zowel vrouwelijk als mannelijk, kan heel veel dingen regelen. Zoals met de auto's, motors, jachten. Maar het heeft allemaal te maken met het budget van de klant natuurlijk. Ja. En ja, ik zit nu in de West-Indian scene. Sinds 2022. En dat komt door de eerste samenwerking met een West-Indian artiest genaamd Natasha. Natasha Sunder. Oftewel de kleindochter van Sunder Poppel. Ja. Zij was dus gekomen in de maand juni naar Nederland vanuit New York. Toen heeft ze drie nummers gemaakt. Waarvan één met mijn artiest Rosana Balkowind. Mm-hmm. En toen zijn we met z'n twee gegaan naar Spanje om twee nummers op te nemen. Jemiradil en Kabuter. En toen die nummers waren uitgebracht, toen is mijn naam heel snel gaan rollen in de West-Indië. En kreeg ik al binnen twee dagen kreeg ik al allemaal berichten of ik ook een productie voor hun kan maken en wat het kost en noem maar op. Maar heel veel dachten dat ik woon in New York of Canada of juist Suriname. Ik zeg, ik ben heel ver. Ik zit in Europa, ik zit in Nederland. Ja. Nou, dat was dat is dus voor één artiest best wel duur om mij dan te halen. En toen stelde ik voor, weet je wat, laat me al die klanten allemaal berichten en zeggen van, haal mij maar naar New York. Ja. En dat vonden ze allemaal een heel goed idee. Oké, dat is best wel eigenlijk. Eigenlijk zag je dus eigenlijk door de vraag in Europa, zeg maar. En je krijgt dus op een gegeven moment krijg je allerlei aanvragen vanuit overseas. Juist. Vanuit de West-Indies market. Krijg je dus op een gegeven moment allerlei vragen, allerlei aanbiedingen, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Juist. En toen heb je dus eigenlijk best wel slim ingespeeld om aan te geven van, joh, weet je wat, haal we met z'n allemaal daar naartoe en dan kunnen we kijken van hoe of wat. Juist. Nou, dat is wel een mooie set geweest. Ja, ja, zeker. Ik heb mijn naam heel snel daar gecreëerd. Ik ben inmiddels al drie keer naar Amerika geweest en één keer naar Canada. Ja. En ik ga binnenkort weer naar Amerika en naar Canada. En ja, kijk, de West Indian scene is gewoon heel anders dan de Surinaamse scene. Ja. Kijk, die mensen lijken op ons. En in West Indian bedoel ik voor de mensen die het niet zeg maar weten. West Indians zijn eigenlijk de Groenese. En de Trinidadians, oftewel de mensen van Trinidad. Ja. Het verschil tussen onze muziek is eigenlijk, we spelen op een lagere tempo, een heel ander soort muziekkeuze. En ja, voor de rest, het eten is allemaal hetzelfde, de mensen zijn echt hetzelfde. Wij kennen nog in principe. Onze taal praten, Surinaams, Surinaams, dat kunnen hun totaal niet. Nee. Okay. Nee, hun houden het echt gewoon bij Engels. Engels. Ja, dat heeft te maken met de voorouders en is er heel snel weer in het, of tenminste, is er heel snel in het Engelse taal gegaan, waardoor ze de taal zijn vergeten. Ja. Behalve de Surinaamse bestaan. Dus wat tot nu toe de ervaring in de West-Indië, dat bevalt me echt heel erg goed. Ja. Mooi. Mooi. Spannend. En nou, we zijn dus nu inmiddels al 2024. Ja. Ik begrijp dat je bent vorig jaar ben je dus een tijdje in de Nieuwe Zee geweest. Ja. En vorig jaar ook nog eens even een tijdje in Canada geweest. Ja. Wat is je ervaring daar geweest? Hoe is het daar? Hoe project heb je daar gedaan? Hoe was het daar? Hoe was de ervaring in vergelijking tot de klanten die je in Nederland hebt gehad? Wat is het verschil? Kijk, Canada is ook gewoon West-Indië. Mm-hmm. Kijk, het land zelf, Canada, vind ik zelf een heel mooi land. Ja. Het is gewoon schoner, de mensen vind ik zelf vriendelijker. Het is allemaal, ik weet niet, het is voor mij wat beter georganiseerd. Ja. New York, als je nooit bent geweest, maar als je een keer gaat, alles is super hectisch. Ja.
Je hebt 24 uur file. Ja. Het is, iedereen is daar super druk. Niemand die zeg maar bijna aan zijn afspraak kan houden. Nee. Ze hebben bijna allemaal daar 2 banen. Ja, maar ik vind dat eigenlijk, vind ik mezelf beter passen bij de West Indian music dan bij de Surinaamse, Hindustaanse muziek. Ik hou van mijn Surinaamse, Hindustaanse muziek en mijn mensen, maar de muziekstijl van de West Indian vind ik zelf beter bij mezelf passen. Ja, ja. Nou, nee, duidelijk. In het begin gaf ik dus ook aan dat je dus naast eigenlijk begonnen bent als muzikant, als producer, ben je op een gegeven moment ben je ook gewoon gaan focussen op het filmen en het zien van clips. Ja. En waardoor je dus best wel een aardig klantbestand hebt opgebouwd. Je hebt inmiddels ook wel wat van de wereld gezien. Wat is de meest logische stap? Een recordlabel. Ja, ik heb mijn eigen recordlabel. Ja, ik heb mijn eigen recordlabel. Die heb ik in 2008 heb ik hem geregistreerd. Ja. In Benelux. En in 2009 heb ik de YouTube kanaal aangemaakt, SAREGAMA Records. En ja, mensen kennen mij eigenlijk altijd als hey, SAREGAMA Records. Juist. Of het fluister intro in het begin, SAREGAMA Records. Ja, die kennen we allemaal uiteraard. Bijna iedereen kent dat. Ja. Ik heb 2 artiesten onder mij getekend. Het zijn 2 jonge meisjes. Tira heb ik sinds vorig jaar getekend. Tira is nu 15 jaar. Mm-hmm. Een geweldige jonge artiest. Ze houdt zich voornamelijk bezig met chutney nummers. Ja. Kan ook heel goed dansen. Ja. En ik heb Roshana Balgobin. Haar heb ik bijna 3 jaar onder mijn contract. Zij kan zowel Bollywood als Punjabi als chutney kan zij geweldig zingen. En het zijn 2 geweldige artiesten die goed op de voorgrond zijn gekomen. Ja. Super mooi. Ja. Nou, ik ben uiteraard nu ook wel benieuwd naar de 2 artiesten van Sari. We gaan ze dus beide bekijken, beide artiesten van Sari. Dus Tira en dus Roshana. Nou, aan jou de eer om Tira aan te kondigen. Dit nummer van Tira vind ik zelf een van de beste nummers van haar. Dat is de Chutney Mashup. En van Roshana Balkobit, ik vind het beste nummer van haar, vind ik zelf de Chutney Creamy Mashup Part 3. So, enjoy! Dus hele mooie clips van zowel Roshana als van Tira. Sowieso een dikke shout-out Roshana, shout-out Tira, talentvolle dames. Prachtige uitstraling, prachtige stemmen, echt true artist. Dikke respect voor jullie. Sunny, wat heb je echt mooi voor elkaar gedaan. Dankjewel. Heb je echt mooi voor elkaar geregeld. Dankjewel. Hoe heb je ze ontdekt? Nou, Roshana is nu bijna 19. Okay. Zij was bij mij gekomen in 2017, toen ze 12 was. En 11-12 was. Ja. Toen heeft ze een nummer bij me opgenomen en het heet Lover Girl. Oké. Okay. Ja. Ja. Toen hoorde ik al, ze heeft talent, maar ze is nog veel te jong. Ze gaat zichzelf wel ontplooien. Juist. Nou, toen kwam ze terug in mijn studio met haar vader. Dat wou ze. Ze zei van, joh, ik wil bij Om Sunny een nummer gaan maken. Nou, toen was ze bij mij gekomen toen ze 14 was. Ja. Nou. Toen heeft ze dat nummer opgenomen, de Chutney Caribbean Mashup 1. Dat nummer heeft inmiddels al
over de 1,1 miljoen views. Dat nummer gaat nog steeds hard. Het meest bekeken nummer van haar. Elke dag komen er tussen de 12 en 1800 views op dat nummer. Mooi. Super simpel opgenomen. Gewoon Lietjes. In mijn studio. Niet met de telefoon, hè? Of, niet met de telefoon. Niet met de telefoon. Nee. En toen heb ik na een jaar, dacht ik van, weet je, ik moet haar onder mijn label krijgen. Ik weet dat ik haar groot kan maken. Ik zie talent in haar. Ja. En zij kan het heel ver schoppen. Ja. Toen heb ik met haar vader gepraat. Suris Balkoubin. Oftewel de zanger van SD Entertainment. Goeie zanger. Shout-out Suris. One and only. Absoluut. En die heeft overleg met zijn vrouw. Ja. En die hebben akkoord gegeven. En zij was natuurlijk helemaal blij. Want zij zegt, ja, ik ben een artiest van SAREGAMA Records. Zij is ook de eerste artiest van SAREGAMA Records die ik heb getekend. Ik heb nooit een andere artiest gehad. Mooi. En zij zit inmiddels 3 jaar onder mijn contract. Bijna 3 jaar. En Tira, ze is vorig jaar, 2023, april. Een vriendin van mij, Fasana. Shoutout, Fasana. Die zei tegen mij, hey Sun. Die zei tegen mij, je hebt nog een zangeres nodig, of je bent op zoek nog naar een zangeres. Ik heb iemand gevonden voor je. En toen gaf ze een TikTok naam, Tira. En ik keek de video en ik zag wat live video's van haar. Ik denk aan familiebandje. En toen heb ik haar bericht, want het klonk best wel goed. Ja. Nou, toen heb ik haar gebeld en toen zei ze, ja, ik ben net pas begonnen en ik hou van zingen. En toen vroeg ik haar, nou, hoe oud ben je? Ja. Zegt ze, ja, 14. Nou, ik kon niet geloven, want hoe ze danst en hoe ze zong en doe maar op. Ik denk alsof ze 18, 19 was, dat dacht ik. Ja. Sommige mensen zijn ervoor gemaakt, hè. Die hebben natuurlijk een natuurlijke, die zijn van nature al gewoon een artiest van zichzelf. Ja, klopt. Die kunnen zingen, die kunnen dansen, die kunnen performen, die hebben natuurlijk gewoon een beetje de X-factor. Absoluut. En dat is wat we dus eigenlijk ook een beetje zien bij Tira. Klopt. Ja. Nou, toen zei ik van, nou, ik moet wel met je ouders praten. Want ik kan niet verder met jouw zaken doen, omdat je minderjarig bent. Ja. Toen zei ze, is goed. Nou, toen heb ik met die moeder gepraat en die vader gepraat. Ja. We hebben een afspraak ingepland en toen hebben we eerst een projectje gemaakt. Jaren Pia. Weet je dat nummer? Ja. Heb ik toen voor haar gemaakt, hebben we opgenomen in Spanje. Nou, dat hebben ze heel mooi, vonden ze dat. Ja. En aan de hand daarvan hebben we officieel het contract getekend. En heb ik toen ook bekendgemaakt dat zij de tweede artiest is, vrouwelijke artiest is van SAREGAMA Records. Mooi, man. Mooi. Dus als ik het goed bekijk, je bent dus eigenlijk als 12-jarig jongen begonnen op gitaarles door je vader. 8 jaar. 8 jaar? Ja. En toen ben je op een gegeven moment, omdat je neef dus bezig waren met keys, meer de geluiden konden, was je dus eigenlijk meer getriggerd door dat eigenlijk. Ja, klopt. Nou, toen ben je dus eigenlijk vanuit jezelf, ben je dus gaan arrangeren eigenlijk. Ja. Zonder meer, dus eigenlijk in je hoofd, zeg maar. Juist. En om vervolgens dan eigenlijk te beginnen op volwassen leeftijd met SN Studios. Ja. Nou, vandaar ben je dus eigenlijk een beetje gepusht richting videograaf. Ja. En uiteindelijk zit je nu hier. Heb je dus eigenlijk een netwerkje opgebouwd, een klantbestandje opgebouwd, zowel in Nederland als overseas, in de West Indies market. Ja. Je label, SAREGAMA Records, 2 artiesten getekend. Dat is best wel een indrukwekkende reis eigenlijk. Klopt. Hoe is het voor jou geweest? Want je gaf ook aan dat je zong. Je maakt muziek. Ik zing nog steeds. Je zingt nog steeds. dat is dus eigenlijk waar ik echt naartoe wilde gaan. Yes. Is er door de jaren heen nog iets op je pad gekomen waardoor jij eigenlijk zoiets had van maybe I can be the artist? Ja, zeker. Ik heb in 2012 heb ik een eigen nummer opgenomen met een artiest uit Suriname, Lilvi. Lilvi, ja, die kennen we wel. Shout-out Lilvi. Absoluut. Ja. Dit is Oeritram, dat is zijn volledige naam. Ja. Het nummer Zindigi.
Dat nummer heb ik opgenomen toen bij mij thuis in de studio. Ik had de melodielijn had ik zeg maar verzonnen. Ja. En ik heb het toen naar hem gestuurd. Hoe was het eigenlijk gewoon gebeurd? Ik had een bericht geplaatst op Facebook van binnenkort voor het eerst naar Suriname toe. Ja. I'm excited. Juist. En toen kreeg ik een bericht van hem en hij zegt, hey bro, ik zag dat je naar Suriname komt, zullen we iets samen doen? Ja. Dus ik zei, ja prima, is geen probleem. Hij zegt, ja, maak jij die muziek, dit, dat, of wat dan ook. Ik zeg, weet je wat, ik maak die muziek met alle liefde. En hij zegt, ja, maar wel een eigen nummer. Dat was voor mij helemaal nieuw. Ja. Ik zeg, weet je wat, ik ga een melodie even verzinnen, maar jij mag het schrijven. Ja. Dus hij zei, is goed. Ik had de muziek gemaakt, ik had mijn melodie daar natuurlijk geneurieerd, opgenomen, gestuurd. Ik kreeg van hem de tekst. Heb ik toen gezongen in mijn studio, zijn stuk gezongen, heeft hij opgenomen in Suriname in de studio. Ja. Kreeg opgestuurd, heb ik toen gemixt en gemasterd. Toen ben ik naar Suriname gegaan voor, even kijken, voor, denk 12 dagen. Best wel heel kort eigenlijk. Ja. En heb daar de clip opgenomen. En toen het nummer daar gelijk uitkwam, het nummer was ook heel snel geëdit, de video. Ja, toen kreeg ik mijn naam echt super snel in Suriname. Ja. Waar ik ook liep, mensen zagen mij. Ik had net mijn nummer pas gelezen op de televisie vandaag. Ja. Op Trishul televisie. Ja. Okay. En in 2012, ja, dat was de tijd van Blackberry, dus het was allemaal, ja, snap je? Dus het was allemaal heel snel. Ja. Dus je populariteit ging ook heel snel. Ja. Snap je? En zeker in landen zoals Suriname. Ja. Geweldig mooi land uiteraard. Ja, mooi. En en ik vond het, en ik wou eigenlijk altijd al eigen nummers maken. Ja. Dus ik heb in 2013 eigen nummers gemaakt, in 2014. In 2014 ben ik eigenlijk meer gaan verdiepen in eigen nummers, maar Punjabi muziek. Ja. Nou, ik heb nummers gemaakt zoals Zindagi, met Lil Fee, Lang Jagale, een eigen Lang Jagale, met Sagar Malik, Jennifer Bagwandin, ja. Too Hair. Is een eigen indie nummer. In 2014 Ozonië. In 2015 My Way. 2016 Shisha Lounge. Door Shisha Lounge. Ik had Shisha Lounge had ik gereleased op Zing TV. Ja. Een onderdeel van ZTV. Ja. Mijn eerste clip op Zing TV was gekomen. Ozonië. Ik kreeg in één keer allemaal berichten. Dat ze maar, van mensen over de wereld en vooral Nederland is je naam. Hé, ik zag jou op Zing TV. Ja, ja. Ik was ook de eerste Surinaamse hier te staan die zeg maar op Zing TV kwam. Oké, okay. Dat was wel interessant eigenlijk. Juist, juist, juist. En ook eigenlijk best wel trots, want ja, Zing is best wel een groot platform. Dus ik kom onderdeel van Zing TV. En dat, bij welke plek was dat? Dat was bij Ozonië. Ozonië, ik ben daar best wel benieuwd naar eigenlijk, Ozonië. En ik zou zeggen, laten we even dan Ozonië even gaan bekijken met z'n allen. Dus dames en heren, SAREGAMA RECORDS, Mr. Sunny R met Ozonië. Enjoy. Yes. Turn it up, turn it up.
It's Jazzy and Sunny in the club. Give me the mic, I give you the flow. Bring the beat back, let's go. Hello, hi, born and hit boom. Share with your eye, put talk on boom. I come with your sword of my fire. Munda hoon tere piche chal da aya. So bounce to it, I know you can do it. Tera jade ya nasha, so push up on it. Pyar na gula, akha mein thaka. Mare jaani ye ni sanu galle ko laga. Hate me, choke me, don't ever let me go. Break me, face me, I'll carry on your lungs. Kati lada hai, jaane jigar. Mithi ya bhuli aate, nice figure. Tera ni aaja tu, aaja soniye. Ni aaja tu. Nazra mila, mar jaange tere bina. Pada ni ba sadi man mija mitra. Ni aaja tu, aaja soniye. 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 Get low, not your leg, just bounce. Yo low, so fly, you know, it's hot, they know. Aja, beja, kad ke tu dil mera le ja. High heels, that dress, akha teri yani kita impress, impress. Sorry, SAREGAMA RECORDS, Leuke clip was dat. Lekker colorful. Dankjewel, dankjewel. Lekker special effects, stilstaande beelden en zo. Klopt. Dat lijkt me best wel. Dat was in welk jaar was dat? 2014 sta je? 2014, ja. 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 Dat zie je heel weinig. Ik heb dat ooit eens een keer gezien bij een clip van Dr. Dre, geloof ik. Klopt. Dat is old school, maar dat zijn best wel mooie effecten. Zie je eigenlijk heel weinig. Ja. Heel weinig gezien ook in de geschiedenis. Klopt. Ik zag ook een andere artiest erbij, dat was Chessie. Ja, Chessie. Ja, dat is sowieso een shout-out Mr. Chessie. Absoluut, absoluut. En ja, dat is een mooie samenwerking geweest, een mooie clip erbij geweest. 2014, en toen? Je bent toen geweest op zee. Ja. Hoe is je reis daarna geweest? Wat is er toen gebeurd? Ja, toen heb ik in 2016 heb ik een nummer gemaakt met Sarah Malik. Ja. En met Lady Karma, Shisha Lounge. Ja. Die heb ik toen laten lanceren, omdat ik mijn contact toen al had. Ook op Zing. En toen ben ik ontdekt in Engeland. Nou, een ex-label waar ik zat, AP Entertainment. Ja. Die heeft mij toen benaderd. Ja. En die heeft toen tegen mij gezegd van, joh, we hebben interesse in jou. Ja. Ik zeg, oké, als wat? Ja, als artiest. Ik zeg, oké. En toen vroeg hij mij van, joh, ben jij getekend? Ik zeg, nee, ik ben een solo-artiest. Ja. Ja, heb je interesse om te tekenen? En bij een label aan te sluiten? Ik zeg, nou, dat hangt er vanaf. Hebben ze een contract gestuurd, conceptcontract, alles nagekeken. Ja. En toen dacht ik van, ja, hier zit wel toekomst in misschien wel. Ja. Ja, toen heb ik een afspraak gemaakt. Toen ben ik helemaal naar Engeland toe gegaan. Er was toen een gigantisch event. Op dat event heb ik mijn contract live getekend. Oké. En zo ben ik, zeg maar, ook als de eerste Surinaamse Hindoestaanse artiest die was getekend in het buitenland. En dat was een of andere meelaat, was dat geloof ik? Of, Nee, het was een binnen-event. Binnen-event, ja. Oké. Ja.
En hebben we ook opgetreden. En dat was heel goed bevallen. En het was een contract van 3 jaar. Ja. Ik heb het na 3 jaar niet meer verlengd. Okay. Het had gewoon te maken met de markt zelf. Ik weet niet of, of je de UK-markt volgt, maar de UK-markt is een en al allemaal Hindi en Punjabi zingen op hip-hop en trap muziek. Ja. Dat was toen al gebeurd in 2019-20. Ja. Dus dat is gewoon niet mijn stijl. Nee. En ik ga niet mijn muziek bouwen op hip-hop of op trap. Nou, je moet het natuurlijk wel gewoon voelen. Ik moet het voelen, hè? Hip-hop en trap. Dus na 3 jaar eigenlijk had je zoiets van: oké, het is leuk geweest. Ja. Ik heb wat dingen gedaan, ja. Maar het is nog niet wie ik ben. Er zit meer in. Klopt. En omdat de markt ging veranderen, heb ik gezegd: ja, maar ik voel me hier niet meer zoals ik het in het begin voelde. Ja. Dus ik zei: van ik ga het contract niet meer verlengen. Ja. Ik ga kijken wat ik in mijn eigen markt kan doen. Ja. Waar mijn mensen zitten. Juist. En dat is gewoon de Surinaamse Surinaamse markt. Ja. En zo ben ik. Verder gaan ontplooien in de Surinaamse markt en toen later in de West Indian markt. Dat eigenlijk. Mooi. Mooi. Nou, we naderen zo een beetje aan het einde van deze korte interview. Wat kunnen we van jou nog verwachten in de nabije toekomst? Wat zijn je korte termijn doelen? Wat zijn je plannen? En ik begrijp nu eigenlijk na een journey vanaf je 8e eigenlijk. Ja. Dat je nu eigenlijk richting de West Indies gaat, ja. Zowel als producer als videograaf. Wat kunnen we van jou verwachten? Waar kunnen we naar uitkijken? Ik ben nu weer mezelf terug aan het gooien in de markt als zanger, okay. als artiest. Okay. Omdat, ja, weet je, ik begon eerst met zingen. Ja. En daarna begon ik met een muziekinstrument aan te raken. Ja. Dus ik ben mezelf weer aan het teruggooien in de markt. En eigenlijk meer de West-Indian markt. Okay. Omdat wat ik eerder zei, ik voel me daar meer bij thuis. Meer thuis, ja. Yes. Ja. En qua muziek en videoproducties, sowieso, er komen heel veel nieuwe producties aan van mezelf. Ja. En er komt binnenkort ook een grote verrassing aan. Vanuit mijn kant, maar ik kan het helaas nog niet vertellen. Nee. Maar dat zal binnen nu en toch wel 3-4 maanden naar buiten komen. Dus ik zou zeggen, volg mijn social media kanalen. En dan zul je dat zeker zien. Spannend, spannend, spannend. Ja. Nou, ik ben benieuwd, ik blijf je sowieso volgen. Alle mensen, SAREGAMA RECORDS, Mr. Sunny Arm, blijf me sowieso volgen. Tot slot eigenlijk mijn laatste vraag eigenlijk. Inmiddels weten we al wie Sunny is, hoe je bent begonnen, hoe jouw reis is geweest in een notendop. Yes. Wat kun je van je kunnen verwachten? Is er nog iets wat jij aan de mensen, aan de wereld wil meegeven? Is er nog een boodschap die je wil uitdragen? Kort en krachtig? Zeker. Het maakt niet uit hoeveel obstakels je krijgt in het leven. Als je iets wilt, ga ervoor. Er zullen altijd obstakels zijn. Er zullen altijd ook zijn mensen die je niet gunnen. Moeilijke paden ga je tegenkomen. Maar ik kan het je vertellen. Ik heb heel veel blokkades gehad. Heel veel moeilijke wegen heb ik bewandeld. Ik ben er nog niet. Ik ben wel een heel eind ben ik wel gekomen. Maar stop nooit. Stop nooit. Want als je stopt, dan heb je gefaald. Ik denk dat het een hele mooie boodschap is geweest. En dat wij op een hele mooie punt deze interview / podcast kunnen afsluiten. Sunny, ik wil jou bedanken om vandaag als eerste gast ons de eer te geven. Geen dank. Je was een hele fijne gast. Lekker open. We zijn meer over je te weten gekomen. En we hebben nu ook een beetje de persoon achter SAREGAMA RECORDS gezien. Ik wil jou hartstikke bedanken. Ja, jij bedankt. En heel veel succes in wat je gaat doen. Ik blijf je sowieso volgen. En wellicht over een tijdje zie ik je weer terug op de bank. Absoluut. En dan gaan we kijken hoe het hierna vergaan is. Is goed. Yes. Is goed. Love. Love for blessings. Yes, dames en heren,
Sunny R, SAREGAMA Records. Dit is je boy Vixx. Podcast, je boy Vixx. Thank you. Love. B.O.D. Records.